Floren. Ja. Moet je iets vertellen? Hoi allemaal, het is nu 1:30 s'nachts. Alleen wij zijn vergeten ons intro op te nemen. Dus vandaag gaan wij de Mukbang Challenge doen samen met z'n tweeën. En Flora is woensdagjarig. Ja. Dus. Doeg! Veel plezier bij deze video kijken. Ja, we gaan een mukbang opnemen en veel plezier met kijken. En doe vast een duimpje omhoog als deze video. Bye! Nou, let's start. Oké, ik ga eerst vragen. Welk gerecht kun jij het best klaarmaken? Wraps met kip erin. Krokant kip. Merk je dat wel? Ja. Voor mijn ouders heb ik nog nooit eens. Sorry, dat moet ik echt zo gaan doen. Nee, maar ik heb het een keer voor Sarah gemaakt. Dus vraag maar aan Sarah. Maken. Nou, daarna geloof je in aliens? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het wel cool vinden. Zou jij koningin kunnen zijn? Nee. Waarom niet? Het lijkt me eigenlijk niet leuk om een koningin te zijn. Want er wordt heel veel van je verwacht. Oh. Wat is de mooiste plek op aarde en waarom? Dat is echt een moeilijke vraag. Ja. Een danszaal. Dat is een hele goeie. Wat is jullie mooiste plek op aarde? Laat het met jij. Oh jongens, dit is echt veel te lekker. Dit is echt een hemel. Nou, even, dit is ons eerste sushi mukbang. Dus we zijn echt heel erg enthousiast over dit. Ja. En dan we eten vaker sushi hoor, maar niet heel maar niet echt zo. Dus dit allemaal. Heb je ooit een telefoontje gepleegd waarbij je iemand in de maan neemt? Ja. En wanneer was het laatste keer doen? Vanmiddag. Wat dan? We waren al voor vrienden en mensen. Perfect. Mooi als je nu krijgt. Ja, sorry iedereen. We hebben Max prank al. We wilden Jannes, maar Jannes is niet opgenomen. Nee. Maar dan bedoel Dylan. Maar dan prank al. Maar nu Dylan, Mats. Onze vrienden. Yeah. Van welk liedje word je emotioneel? Oeh, dat is echt wel moeilijk. Ik denk Jealous. Van Killer, I'm jealous of the rain. Ja. Dat liedje luister ik laatst echt vaak. Ik ook. Zeg maar sushi met... Met zeg maar garnaal, maar dan met komkommer en avocado. En dan heb je ook nog eentje met krokante kip. Ja, deze met garnaal, deze met krokante kip met komkommer en die is garnaal met kip. Ik wil wel heel slecht een sushi eten. Ik ga er eerst eentje van deze nemen. Oké, 3, 1. Als je een taart zou zijn, wat voor taart zou je dan willen zijn? Chocoladetaart. Jij? Waarom? Wat zou je chocolade willen? Ik hou van chocola. What about you? Of een red velvet. Of een huwelijkstaart. Because you're extra. Op een goede manier. Of gewoon een slagroomtaart met van het fruit op hebben. 3, 2, 1. Ben je klaar voor de laatste ronde, chick? Wat zei ik, chick? Ja, voor chick. Nu ben ik aan kip. Ik moet echt lachen voor jou. Oké, jongens, dat is zo snel. We gaan door naar de laatste bak. Oké, dit is zalm met rijst. Dat is tonijn met rijst. Sashimi. Voor de mensen die niet weten, dat is zalm met tonijn. Ja, en dit is, ja, hoe heet het echt nog? Oh, ik heb vooral denk ik heb het echt nog nooit gezien. Maar van die oranje balletjes met komkommer, avocado, krab erin. Lekker. En hier nog, oh, er zit elkaar gevallen. Gewoon sushi met komkommer. Heeft iemand ooit jouw leven gered? Ik heb zelf wel iemand gered. Waarmee kun je ons opvrolijken als we echt een slechte dag hebben? Sushi. Dat ik vakantie heb van school. Ja. Ik denk als mensen ook gewoon heel... Als je een compliment krijgt. Ja, complimenten. Laten we... Niet deze, want deze lijkt me heel lekker. En dan we kunnen er wel eentje nemen, dan hebben we nog twee. Oh ja, dat is raar. Ik wil dan één in. Ik weet niet hoe die balletjes smaakt. Heel lekker. Ja? Ik wist nog niet of deze pittig waren of die andere. Ik weet ook niet. Voor mij is deze pittig. Oh, hij is wel groot. Hm.
We hebben het al vaker gegeten hoor, maar we genieten echt van dit moment. Tijdens dat ik altijd dat deze echt zo pittig waren dat het gewoon niet meer lekker was. Ik wel. Dat vind ik bij sushi nu dat vind ik. Ja, toch deze dan met bruine stukjes eromheen. Ik vind die echt niet lekker. Ik ook niet. Dus altijd maar met die bruine stukjes eromheen vind ik echt niet daarom, lekker. Daarom. Nou, als ik gewoon zo van, is het hetzelfde? Zijn we door het midden? Nee, doe gewoon. Nee. Nee, nee. Zijn je voeten even groot? Nee. Mijn ook niet. Eerst is in mijn andere aan het dagboek toen ik 12 was. Toen had ik hem mega. Het is, ik weet niet of jullie dit zien. Het is gevallen. Oh. Het is gevallen, jongens. Dit is niet leuk. Wat een dikke man. Stop, ik moet het zelf doen. Ik heb het. Nou, dat heb je niet rustig gedaan. Mijn geslep van... Ja! Ik heb geslep van hem! En alles moet stilgelegd worden wanneer die jongen iets doet. Ik zweer... Demogorgons. Oh my god. Ik ben ook een sla gaan eten. Ik heb het eigenlijk nog nooit gegeten. Nee. Ik dacht dat het een speciale smaak zou hebben, maar het is eigenlijk best wel smerig. Voor zolang deze sla in die koelkast ligt, voor de sier, hè? Waarom doen we zo tussen emoties? Dus we gaan gewoon eten. Ik kan het niet doen. Nou jongens, dit was de video. We hopen jullie hem leuk vonden. Wij hebben er van genoten, zoals je kan zeggen. We zijn er al veel grapjes in gemaakt. Dus we gaan hoofdstuk. Waarschijnlijk ook ik tijdens het editen, maar maakt niet uit. Super leuk dat jullie hebben gekeken. En tot de volgende keer. Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen. Als je en te abonneren op ons kanaal. Ja, als je het een leuke video vond natuurlijk. Ja, en wij gaan proberen hier een soort van serie van te maken. Dus niet het elke week doen. Maar dat we het gewoon vaker gaan doen. Een sushi mukbang serie van Floren. Ja. Floren. Ja. Moet je iets vertellen. Bek lief.